Het is ondertussen een gewoonte. Ieder jaar worden er in Park Merwestein een tiental herten geselecteerd en weggehaald uit het park. Maar waar gaan ze dan naartoe? Dat vraagt ook de Partij voor de Dieren zich af. En wat daarmee gebeurt, dat is niet helemaal duidelijk. Op de website van het park staat het woord verdwijnen. De jonge bokjes verdwijnen. Nou, dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Ze gaan vast ergens heen. Maar dan is de vraag, waarheen? Gaan ze naar een ander hertenkamp? Gaan ze naar de poelier? Daar hangt nogal wat van af. Volgens de gemeente gaan de herten naar een andere opvang, elders in het land. Wel zeggen zij dat het niet geldt voor alle hertjes. Maar Pieter Groeneweg gelooft überhaupt niet dat de hertjes nog een ander onderkomen krijgen. Welke hertenkamp elders in Nederland heeft jaarlijks ruimte voor die 10 of zo herten die Dordrecht wil afstaan? En hoe houdt die hertenkamp daar ruimte voor? Wat gebeurt er met die herten daar, waardoor daar altijd capaciteit is om herten op te vangen? Dat misschien verdwijnen daar ook wel herten verdwijnen. Dus je weet het niet. Is dat andere hertenkamp een tussenstop voor het slachthuis? Of is er echt een plek waar ze kunnen blijven? Want je produceert toch steeds meer herten. En waar laat je die? De partij heeft vragen gesteld aan de gemeenteraad en zou graag zien dat de hertjes in het park worden behandeld, bijvoorbeeld net als op een kinderboerderij. Wij willen eigenlijk dat de hertenkamp wordt behandeld als kinderboerderij. Je hebt natuurlijk meer kinderboerderijen in Dordrecht. En er is een keurmerk voor die vriendelijke kinderboerderijen. En we willen als Partij voor de Dieren dat alle kinderboerderijen in Den Haag en ook de hertenkamp in Park Merwestein daaraan gaat voldoen. En dat houdt onder andere in dat je niet fokt met de dieren, zodat je geen dieren hoeft af te voeren naar de slacht of waar dan ook. Het zorgt er ook voor, er zijn nog meer criteria voor dat keurmerk. Bijvoorbeeld dat dieren zich af kunnen zonderen van het publiek. Dat ze genoeg ruimte hebben om hun natuurlijke gedrag te vertonen. Dat er niet met prooidieren wordt geknuffeld, et cetera, et cetera. Dus het lijkt ons een goede zaak als alle kinderboerderijen daar in Dordrecht aan gaan voldoen. De gemeenteraad komt binnenkort met antwoorden. Om te vermijden dat de hertjes nog meer stress krijgen tijdens de verplaatsing, was het park vandaag een tijdje dicht.